De bouw van de nieuwe rechtbank in Zwolle is een van die imposante projecten die in onze provincie worden gerealiseerd. Een ander groot project waar de bouwondernemers graag aan de slag gaan is de uitbreiding van de wijk Bornse Maten in Borne. Achter ons ziet u grasvelden waar in juli van dit jaar de gemeenteraad een besluit over neemt om daar geld voor beschikbaar te stellen om daar de voorzieningencluster voor de Bornse Maten te gaan realiseren. De open dag van de bouwlocatie in Borne was met name bedoeld om de bouwkavels aan te prijzen bij woningzoekenden. Maar het waren met name de buurtbewoners die kwamen kijken. Wij hebben pas geleden hier een huis gekocht. Toch blijven de bouwondernemers optimistisch. Wij merken daar ook van dat het wat moeilijker wordt voor mensen om vooral de financiering rond te krijgen. Maar voor het overige gaat het in de Bornse Maten relatief goed. We bouwen ruim 50% van het aantal woningen wat we van plan waren te bouwen. Dus we zitten de laatste jaren, ondanks de crisis die al sinds 2008 duurt, op ruim 100 woningen per jaar. Bij de nieuwe rechtbank in Zwolle speelt de crisis bijna geen rol. Het miljoenenproject gaat hier gewoon door. De bouwondernemers grijpen de open dag juist aan om jongeren te laten interesseren in de bouw. Op dit moment lijkt het heel raar als je dat op die manier formuleert, maar het is natuurlijk zo dat er altijd gebouwd zal worden. De bouwmethoden zullen weliswaar veranderen, maar wij blijven jonge mensen nodig houden om in te stromen. Ook door vergrijzing zal er in de bouwsector op langere termijn vraag blijven naar goede bouwvakkers. Ja, maar ik heb echt niks gedaan. Zal straks al blijken, ze zitten eens geweest. Dan mag deze boef nog wel even blijven zitten, want volgend jaar zal de nieuwe rechtbank in Zwolle in gebruik worden genomen.